Rondom de regenwatervijver in Ambi is de afgelopen jaren veel veranderd. Met de bouw van het United World College en de aanleg van het Geuzelpark met nieuwe paden werd het tijd om eens op te gaan ruimen. Ondanks de sneeuw kwamen vrijwilligers bijeen voor onderhoud aan de vijver. Vandaag zijn we hier in de regenwaterver de Ambi aan het snoeien. De bedoeling was om het park te onderhouden. Dat betekent afval ruimen, een aantal kleine voorzieningen plaatsen. Maar vanwege de sneeuw blijft eigenlijk alleen het snoeien over. Maar dat gaat prima. Er zijn toch nog 7 enthousiaste vrijwilligers gekomen. Die komen helpen. En we maken de paden weer toegankelijk. We maken zichtplekken naar de vijver, zodat je over het water heen kunt kijken. Voor wilgen te knotten. Wij beheren dit vanuit het CNME voor de gemeente Maastricht en wij willen dat de mensen betrokken zijn bij de omgeving. En er zijn ook altijd enthousiaste mensen die graag mee willen helpen, die handen uit de mouw willen steken om lekker buiten te werken. En we merken dat het met handkracht ook heel goed gaat, dat vele handjes maken licht werk. Dus als mensen zelf meehelpen in de omgeving, dan hebben ze en een mooi park en ze begrijpen waarom het moet gebeuren. En voor ons is het goede hulp. De bomen zijn hier omgezaagd zodat er meer ruimte in het bos komt. Meer open heide in de bovenlaag eigenlijk. Door andere bomen die wat, krijgen nog meer ruimte kunnen uitgroeien eigenlijk. Dat steviger en grotere bomen worden. En onder in de onderlaag hier komt er ruimte voor kleinere struiken waar er zich dan dieren en plantensoorten in kunnen vestigen die wat hier normaal niet zouden komen als die bomen zouden blijven staan. Ja, het ziet er wel mooier uit, beter door regen. Veel makkelijker. Kun je dan veel doen hoor, met sneeuw? Ligt aan. Geen vlakke stukken zoals hier, daar valt het mee. Maar als je nou op een helling of zo moet gaan werken, dat zie je niet zo snel gebeuren. Oh, daar heb ik wat geknipt en gezaagd en heel veel bomen gedragen. En dan het lady hier in de midden en een paar waren ook in het water gevallen, dus die moesten we er weer uithalen. Vond je het een beetje leuk om te doen? Ja, dat wel, maar hier ben ik het leuker om sneeuwbal te gooien. In het MEC was het lekker droog en warm. Daar vond dit weekend de vakantiebeurs bijzondere reizen plaats. Met aanwezigen op de beursvloer praten we over verre oorden. Eigenlijk ben ik er door opgekomen nadat ik een wandeling gemaakt had in Berlijn, een keer op een beurs. Dat vond ik zo'n vreselijke ervaring. Dacht ik dat doen we anders en gezelliger en beter. En ook, het is een ander soort publiek wat we aantrekken. Het is natuurlijk mensen die, iets bijzonders willen, door Ethiopië willen lopen, die door Nepal willen lopen. En dit zijn allemaal specialisten die naar bijzondere bestemmingen gaan, maar ook naar de Polen, onderzee, die eigenlijk veel kennis hebben over één bepaald land. De grote trend is natuurlijk dat groepsreizen elk jaar minder worden en dat mensen individuele pakketten zelf samenstellen met bouwstenen. Dat is al jaren aan de gang. Hè? Twee mensen samen kunnen met zo'n organisatie hun persoonlijke reis samenstellen. Iran is een van de oudste landen ter wereld. Heel veel cultuur, heel veel geschiedenis is daar nog te zien.
Vorig jaar hebben wij een 4,8 op veiligheid gescoord van de 5. Het is een land, het is een van de veiligste landen op dit moment. Door alles die nu in de hele wereld gebeurt natuurlijk. Maar mensen zijn heel meewerkend. Ik hou niet van toeristen. Ik weet dat ik er zelf altijd in ben. Maar ik wil het liefst ergens naartoe waar het nog bijzonder is. En waar nog niet zoveel Nederlanders zijn geweest. En ja, waar het nog wat authentieker is. Ik zie er heel veel, ontzettend veel, maar ik heb hier wel gezien Iran. Dat had ik zelf niet zo aan gedacht, want dat heeft een slechte naam toch wel, helaas. Maar als ik dat hier zie, dan denk ik, daar moeten we toch gewoon naartoe. Dus ik heb wel al veel gezien, maar ik blijf het altijd bijzonder vinden. Je ziet ook zoveel, je leert ook zoveel en ik wil blijven reizen. Het is altijd al een droom van mij geweest. Mijn vader heeft mij een rondreis aangeboden door China. Dus dat ga ik zeker maken dit jaar. Dus, ik heb me altijd al een beetje geïnteresseerd in Aziatische cultuur. Nu laatst ben ik ook begonnen met trainen, zeg maar, een Chinese vechtsport. Het is altijd al iets van mijn interesse geweest. En dan wil ik hem graag maken, ook lekker ver weg. Heel veel andere culturen om te zien. En dat is allemaal iets wat je natuurlijk in Spanje bijvoorbeeld niet kan vinden. Dus als je naar Koerdistan gaat reizen, dan ben je een pionier. Dan ga je een land in opkomst ontdekken. Het is heel bijzonder omdat pas 10 jaar daar een democratie is, zou je kunnen zeggen. En het is een bergland, dus er is veel op berggebied te doen. Er is een jonge archeologie. De Koerden zijn buitengewoon gastvrij en vinden het ontzettend leuk als er Europeanen komen. We zitten zelf ook in de reiswereld, hebben ook kleine bijzondere reizen. En daarmee spreekt deze beurs ons natuurlijk aan. Nou, we hebben nog wel een paar jaren, dus we kunnen nog verschillende reisdoelen spreken ons aan. En je hoeft niet alles ineens te doen. Je maakt een keuze en je hebt nog heel wat jaren voor je, dus je kunt nog wel vooruit met het aanbod wat je hier aantreft.